patatje zonder, frikandel. Voor de laatste keer gaan zaterdag de snacks de frituur in bij Snack Plus aan het Simonsplein in Doetinchem. Voor eigenaren Vincent en Helma Gasseling komt er na 47 jaar een einde aan de snackbar, waarbij ze regelmatig weken hadden van 80 uur. Bij ons is dat allemaal er zo ingegroeid, van huis uit, dat we altijd de snackbar gehad. Dus niet lullen, maar poetsen. Vincent groeide op tussen de geur van patat en nam in 1982 de zaak van zijn vader over. Na een dag werken was hij ook vaak in de nachtelijke uren nog actief en sliep hij op de bank achter in de zaak. Dan was het 8 uur en dan deden we de deur dicht en dan ging de loket los van de automatieken om geld te wisselen. En dan ging ik zelf hier op de bank slapen tot een uur of 11, 12 en dan maakten ze me wakker. En dan gingen we er weer met z'n tweeën achter staan. Een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren was een bezoek van de smaakpolitie, waarbij de snackbar de test moeiteloos doorstond. Ze kwamen binnen om een uur of 5:30 en het was druk. En toen zei hij, kan ik een kijkje nemen in de keuken? En ik zei, nou dat kan wel, maar dan moet ik eerst even de klanten de friet afgeven en dan kom ik zo bij je. Dat is goed, zegt hij. En hij loopt door de zaak heen en hij heeft er een kwartiertje over gedaan. En toen kregen wij de sticker. En toen belde ik mijn vrouw op. Toen zegt ze, is dat de echte smaakpolitie? Ik zei, ja, dat is echt de smaakpolitie. Veel vaste klanten kwamen vandaag langs om afscheid te nemen of voor een laatste broodje kroket. Ja, ik dacht met dit 47-jarig bestaan nog even langs gaan, want het is de laatste keer dat het kan. Ik zal ze heel erg missen. Ik kwam hier eigenlijk 2 keer per dag. Van mij hadden ze nog wel 2 jaar deur mogen gaan. Ja, ik vind het echt jammer. Hier staat een zaak met een hart. En tegenwoordig wordt er alleen mooie zaken gebouwd. Maar bij een hoop zaken zit geen hart in de zaak. En dat is het plezier wat wij nu hebben, dat we afscheid kunnen nemen met ballonnen erbij, feestje erbij. Dat we ons toch gelukkig weer voelen bij het afscheid van mensen, bedankt. En zo genieten we ervan. Daar kunnen we op nagloeien.